Wow. Het is een bende hier gelijk, alles ligt uitgestald. Unboxing met Theo. Mijn bende ligt er nog bij. Oh, kijk. Oh, je moet hem omhoog. En nu zo. Hé. Hey. Eens even kijken of dat deze nog wil starten. Kijk, let op. Nou. Een wegpot of nee, wat is het? De inrichter Kees. Ja. We gaan dus hamburgertjes maken. En dat zou ik als sport kunnen gebruiken zo. Zet er gewoon een schaamlap hier. Verder niks. Wat? Je hebt toch geen kookstress, hè? Jawel. Nee, niet van mij. Dat is niet voor jou, ik heb. Joh. Nee, maar die zijn nog wel heel. Niet daar. Eetgerij moet je gelijk meenemen. Dat ben ik vergeten, denk ik. Wat, die zijn onderaan goed zeker, Kees, of niet? Bijna wel. Ja. En dan moeten we nu even... We komen er weer aan. Ik klaar voor avontuur. Op wielen of op water. Achter een nieuwe stuur. Wat komt er op ons pad? Wat gaan we weer beleven? Met camera in de hand. Door stad en land. Soms zit het mee. Soms zit het even tegen. Maar we komen er eens wel aan. Op de volgende bestemming. Zomer in Nederland. Heerlijk. Het is eigenlijk de eerste een beetje officiële... Nou ja, niet officieel, maar een beetje zomerse dag, hè, pa? Nou, lekker, hè? Maar ik heb nu nog mijn hoodie aan, jij ook. En de lange hozen. Maar er gaat verandering in komen, want we gaan vandaag even lekker op pad, hè? Ja, ja. Met de Vemenunnel... ja, die wat was het één? Uitproberen. Of wat is dat, een buitenkeukentje? Of... Nee. Ik heb een grillbarbecue gekregen op gas. Ik heb eigenlijk nog geen idee, want ik heb hem nog niet uitgepakt. Dat gaan we straks doen. Dat gaan we maken. Gewoon een hamburger à la Kees of à la ja, Theo. Oh, ja. Ja, toch? Nou, de VB 001 staat daar. Daar gaan we straks dus mee op pad. Maar er is een noodsituatie. Kijk. En daar komt er een tang bij kijken. En dit precies is een... bij Trixie tussen zijn ogen hier. Precies zo. Ja, tussen er eigenlijk waar al haar hersens zitten. Die zitten niet. Daar heb ze geen last van. Nee, maar wel van het teken. Ja, het is weer het tekenseizoen, hè. Chico heeft daar nooit last van. Maar Trix wel. En het zit precies hier. Het lijkt wel een Hindoeïst. Of hoe noem je dat? Die hebben dat zo'n stuk op voor, hè. Zo, dat is een flinke jukkel. Die zit er al een paar dagen op, hè. Ja, want, ja, want die zuigen zich helemaal vol met alles wat in Trixie zit. Kom maar. Trixie wordt een beetje onrustig. Zal ik het even kijken? Ja. Als jullie hem wel. Zal even kijken of dat, als jij het plekje even vrij wil maken. Kijk, je moet het dan bij zijn lurven grijpen. Oh, kijk, ja. Die. Koppie. En dan draaien. Hé, hey, daar dat is hij. Ja. Even kijken hoor. Je ziet hem nog bewegen. En hij is helemaal uit de kop. En als je met je nagel eruit haalt, dan... Blijven die pootjes zitten. Ja, blijven die pootjes zitten, dan gaat het vrolijk door. Ja. Nou, ben je blij? Geslaagd, hè, Trixie? Ben je blij? Ja. Chico denkt, wat zijn ze allemaal met Trix aan het doen? Straks nog even het inkopen doen voor de barbecue. Maar jij moet straks even naar de dokter, toch? Ja, op de kinderrijk. Want wat... Ik moet gekeurd worden voor mijn rijbewijs. Oh, dat is vandaag? Ja. Oh jee. Als je 75 bent, moet je gekeurd zijn voor de tijd. Ja. Ik heb al een heleboel ingevuld. Ik ben al een tijdje mee bezig, maar vandaag... Wat moet je dan doen? Een soort kennisquiz of zo? Ja. Ook daar. Dat we gaan vragen stellen. Dan? Ja, dat hoort een vriend van mij. Die vliegt nog heel de wereld rond. En die moest nog wat eerder terugkomen dat hij ook gekeurd moest worden. En toen was hij bij die keuringsarts en die vroeg, hoe heette de vorige koningin? Maar die moest daarop antwoorden. Ja. Terwijl die had gewoon echt een heel bedrijf. Ja. Ik weet niet hoeveel mannen onder zich. Noemen ze de vier landen uit Europa. Zo. Dat was nijdig. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat voor vragen jij krijgt. Ik ben alleen directeur van mijn pensioen BV, dus ik maak niet zoveel indruk. Ik zit er niet mee. Nee. Het belangrijkste is dat ik mijn rijbewijs weer verlengd krijg. Nou, ik ben hartstikke benieuwd of dat je door de test heen komt. Ja, je moet wel je plasje meenemen. Je plasje meenemen? Ja. Want? Nou ja, dan moet je, weet ik veel, dan onderzoeken ze. Eens even kijken, want ik hoor die kippen hier zo gaan. Ik kan eigenlijk wel een eitje gebruiken voor op de hamburger vanavond. Hallo! Oh, dat is een haan. Die gaat geen ei leggen, denk ik. Dames, hebben jullie nog een eitje gelegd? We gaan straks een hamburgertje maken. Het zou fijn zijn als we daar een vers eitje op hebben. Nou, lekker dan. Leeg hok. Ik ben even naar de kippen gelopen.
Ja. Maar die willen gaan eieren leggen. Wel hoor. Ik denk dat het leuk voor op de hamburger. Heb je eieren? Oh ja, nee, ja, maar ik heb twee hanen en die liggen alleen bruine eieren. En die wil je niet hebben op de barbecue. Ik moest even nadenken. Maar... En twee hennetjes en die, daar heb ik gemiddeld 3 eitjes in de week of zo. 3 in de week? Van die kleintjes. Iedere ochtend neem ik dan een eitje. Nee, dat kan toch niet iedere ochtend? Als je, als je er 3 in de week hebt? Nou, 3, ja. Maar... Dan moet je ook nog naar de appie toe. Ja, daarom dan moet je, als jij dat waarom heen gaat, dan moet je het meebrengen. Oh ja, ja, dat ga ik zo doen. Maar goed, eens even kijken of dat deze nog wil starten. Meestal wel, moet ik zeggen. Ja. Ja, de laatste tijd doet hij het hartstikke goed. Zo, met deze sleutel kun je volgens mij iedere trekker zat starten, iedere grasmaaier starten. Ja. Nou, echt hoor. En een smekblikje openmaken. Ja, ja, maar die dat is van Bos. Het is een universele sleutel. Ja, en daarom heb ik er ook altijd een stuurslot op zitten. En daarom doe ik ook altijd deze op de pedalen. Kijk, let op. Nou. Even pompen. Ik had er te ver op zijn show staan. Ja, ook wel zeggen. Echt zin heeft hij er niet in. Maar. Nee, maar hij doet het alles beter. Hij loopt weer. Hoor. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En ho, 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 stop. Het is de ouderwetse handwerk. Natuurlijk geen stuurbekrachtiging op de VB001. Dus je stuurt je verloren. Zeker als hij stilstaat, als het rijdt, gaat het wel. Ja, dit heb ik ooit zelf gemaakt. Voor de nieuwsgierige kijkers hoe we dat toen hebben gedaan. Kijk zeker even een video terug hier boven in beeld. Oh, ja, kijk, zie je? Dat is al handig. Dit was ooit een, ja wat was het, een bankje of zo toen ik deze camper kocht. Was dit een bankje en hebben we door de midden gezaagd. Ja. En we hier deze klepjes in gemaakt. En er kan wat koopgerij in. Oh, je moet er trouwens, die kruiden zijn denk ik nog van 3 jaar geleden. Ja, maar die bederven niet. Nou, sommige worden niet Thaise kruiden. Kijk, als je het op z'n kop houdt en er komt niks meer naar beneden, dan weet je dat er niks meer is. Toch als ik hem zo weer ziet staan, dan word ik wel weer verliefd en denk ik terug aan de avonturen die ik heb meegemaakt met deze bus. En dat zijn er heel veel. De trouwe kijkers van de vloggende bestemming weten dat. De apotheose toen ik Tico ging ophalen in Spanje. Nou, ik heb Spanje dus nooit bereikt met de VB001. Dat liep heel anders. Ook dat is leuk om terug te kijken. Ik vind het trouwens heel leuk dat mensen heel veel video's terugkijken. De mensen die mij net ontdekt hebben. Ja, ik heb zelf toen samen met mijn pa deze bus verbouwd. Plafonnetje erin gezet, een beetje op onze eigen manier gedaan. Keukenblokje erin, volgens mij toen bij de Hornbach gehaald of zo, weet ik veel. Kooktoestelletje, tv'tje. Al deze kastjes hebben we toen zelf uitgezaagd. Hey, pa, dat was een heel ding hè, dat we het samen hebben. Ja. Toen was Ma heel ziek, dat weet ik nog wel. Ja, dan moesten we toch hier aan huis blijven, ja. Sowieso. Toen hebben we dat samen even gedaan in een wintertijd. Ja, hartstikke leuk luifeltje erop gezet. Nou, de barbecue staat nog in de garage. Ga ik die even pakken? Wow. Kijk uit. Lukt dat? Je hebt een mat tussen je benen. Dan gaan we hem hier even uitpakken. Kijk, dan zet hem gewoon hier op. Zo, kijk, anti-slipmat. Kijk, en doe hier. Doe je daar een pan in? Nou, het wordt toch wel wat. Het ziet er helemaal niet uit als een gasbarbecue. Meer een soort van tosti-ijzer of zo. Oh, zo, dekseltje eraf. Dan zet hem hier op. Nee, maar hij moet anders, hij moet staand. Kijk, je kan hier, denk ik. Kijk, van die voetjes zitten eronder. Ja, het is met één hand heel lastig, dus ik ben heel blij dat jij dit... Oh ja. Kijk, zie je. Dat is toch grappig? Unboxing met Theo. Mijn banden ligt er nog bij al. Je banden ligt er? Breekijzer. Nou, als er maar geen oplichter bij komt. Oh, kijk. Oh, je moet hem omhoog. En nu zo. Hé. Hey. Oh, kijk. En dan zo. Ja, we doen dit voor het eerst, mensen. Ik doe deze. Kracht. Ja. Hé, hey, maar dit is vet. Het zijn 2 grillplaten. Ja, heel mooi. Zo. Mooi. Ik vind het wel een cool ding. Ja, dat is zeker cool, Kees.
Kijk, die mensen zitten gezellig. Ja, zo zitten wij er straks ook bij, denk ik. Nou, die hebben het echt naar de zin. Ja. Dat is een echt heel gelukkig gezinnetje. Het is altijd leuk van die foto's, hè? Ja. Er zijn ook mensen die kopen van die foto's bij de Xenos of zo. En die zetten gewoon die fotolijstjes met dat gezinnetje gewoon op hun kast. Ja, maar ja. Dat lijkt net alsof je heel knappe, leuke vrienden hebt. Zo'n gezinnetje op hetzelfde geld zijn ze helemaal niet zo leuk met elkaar. Nee, en kost die fotoshoot, dat heeft ze misschien 100 euro opgeleverd. Ja. Dan hebben ze een heel zwaar leven. En ze zijn uit elkaar misschien. Ja. Ik vind het wel een heel grappig design. Los van of dat het gaat werken, geen idee. Ik mag daar ook mijn eerlijke opinie over geven. Het is een bende hier gelijk, alles ligt uitgestald. Maar we kunnen het beter nu even testen. Ja. Als dat we straks op locatie helemaal... Want daar hebben we al stress van de hamburgers maken natuurlijk. Kijk. Het ziet er schitterend uit, hoor. Ja, toch? Oh ja, ik hoor het maar zo. Het zal toch wat zijn dat straks de brandweerwagen de hens in gaat? Ja, hij doet het. Oh, dan gaan we straks lekker de broodjes op grillen, de hamburgers en wat groenten. Dat had ik zo bedacht, hè? Dit is een mooi ding, hoor. Ja, dat is toch grappig? Het is een soort, wat is het? Beschermmuts. Je kan er ook een bank mee overvallen. Oh, doe eens over jou. Kijk hier. Hallo, ik ben Theo en ik wil jouw dagomzet van vandaag. Zo, bijna slagadelijke bloeding. Ja, kijk, het altijd van je af. Ja, dat doe je goed. Altijd van je afsnijden. Nou, het ziet er zeer professioneel uit. Je kan zo een kookworkshop gaan geven. Ja. Dat is toch een idee? Ga je het land door? Dan ga je vertellen hoe mensen gehaktballen moeten maken? Ja, maar ja. Dat weten ze al. Nou, gaan we straks vertrekken. En hoop ik dat jij door de keuring heen komt. Ja, dat is een koeltas. Volgens mij. Koeltas? Coolbag, toch? Een cooler backpack. Ja. Wie is daar weer? Ik hoop haar aankomen. Ik hoor, ja, hey. Zo, ben er weer. Ben je geslaagd? Kerngezond. Ik ben hartstikke tevreden. Ja, nou, je kijkt hartstikke blij. En de eetse vraag. Ja? Oh ja. Oh ja. Zeg, waar ben u op dit moment? Zijn nou in Kinderrijk? En welke straat? Zeg, Molenstraat 22. Dat was perfect. Ja, toen was je gelijk geslaagd. Nou ja, maar het gekke was wel, toen ik de deur uitliep, vergat ik om mijn jasje mee te nemen. Toen moest ik terug. Ik ga nu mijn bodywarmer ophangen. En toen moest ik terug. Ik had ook expres mijn sleutel in laten zitten. Want ik had gezegd dat ik helemaal niet vergeten had. Dus zei ik terug met die papieren. Toen kwam ik terug bij de assistent. Die viel eigenlijk gruwelijk door de mond. Ik zeg, ik ben een beetje... ik ben toch wat vergeetachtig. Ja, ik heb net verteld dat het niet zo was. Maar toen hadden ze de handtekening er al onder gezet. Dat was er klaar. Nou, jij mag straks rijden richting de barbecue locatie. Ja. Gaan jullie mee? Kom maar. Ga maar in de... Oh, ze loopt wel los, hè, nu? Huh? Ja, Trixie, kom. Trixie, kom. Ja. Gaat het nou gebeuren dat Trixie luistert? In de auto, in de bus. Ja, maar ze luistert gewoon. Waar ben jij geweest? Ben je weer een hondentrainer? Ja, ik ben er echt druk mee, hoor. Dus je kunt een pootje geven, aan één kant althans. Wekpot of nee? Wat is dit? Oh ja, een soort wekpot. Ja, dat is altijd. Even checken. Even kijken hoor. Ik doe maar even hier. Checken of dat het goed ligt. Zijn jullie een beetje geschrokken? De chaos is compleet en ik kan je beloven dat dit nog niet alles was voor vandaag. Echt verschrikkelijk. Maar goed, eerst maar even een stukje karren met de VB001 en gaan dus richting Ameide. En rijden een prachtig stuk over de Lekdijk. Geniet maar even mee van de mooie plaatjes in de polder, want alles komt tot leven en staat in bloei. Hier komen we langs Jachthaven Liesveld, mijn verblijfplaats met de boot voor de komende 2 weken. Nou, hoe dat zit, leg ik je uit aan het einde van deze vlog.
zijn in Tienhoven aan de Lek. Deze kerk staat eigenlijk een beetje in de weg. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Nou, daar moet je helemaal omheen rijden. Wacht, ik laat het even zien. Kijk, heel oud kerkje. En dan ga je hier de bocht om. En dan kijk je zo op de preekstoel. En serieus? Ja. De preekstoel? Maar dan? Ja. Oh ja, krijg nou wat. Hallo, goeiedag. Het is de brandweer. En dat was Tienhoven aan de Lek alweer. Het is al zeker 30 seconden geweest dat we hier hebben gereden. Thank you. En hier zijn we in Ameiden. Ja, een strandje, een enkeling waagt zich op het strandje. Ja. Ja, mooi hè. Het ziet er toch allemaal heel idyllisch uit. Het stadje Ameiden heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Ameiden was vroeger een belangrijk handelscentrum in de regio. Ook had het een belangrijke positie in de Hollandse Waterlinie en heeft daarom diverse militaire vestingwerken en verdedigingswerken. Even kijken hoor. Plaatselijke kroeg. Wat is het? Café Lexit. Goedemiddag, hallo. Ja hoor. Ja, wielrennen. Dat is ook lekker weer daarvoor hè. Nou, plek zat. Nou, helemaal top. Daar achterin. Ja. Zo, daar staan we dan. Hey, hebben wij een mooi plekje of hebben wij geen mooi plekje? Niemand om ons heen. Op een grasveldje. Midden in Temei, zo noemen ze dat hier. Ja, Trix heeft er ook zin in. Nou, we gooien die schuif even open en dan gaan we even de boel installeren. Ja. Niemand maakt ons wat hier, toch? Natuurlijk niet. Is toch perfect? We blijven hier niet overnachten. Nee, dat is wel jammer. In Nederland mag je niet wild kamperen, hè? Officieel dan, hè? Nee. Ik zeg niet dat ik het nooit gedaan, hè? Nou ja, nee, ik ken wel, maar... Het is niet helemaal de regel. Nee. Even inrichten, Kees. Ja. En we staan ook nog aan de Lek. Ja. Nou, het is geweldig, joh. Zo, even kussentjes in de stoeltjes. Zo, eerst maar eens even een ankerbiertje. Ja. Een handrembiertje. Ja, een handrembiertje. Lekker hoor. Wat hebben we? Een Brugse Zot. Lekker Belgisch biertje. Brugse Zotte. Nou, ik heb de spullen al een beetje klaargezet hier. Voor een barbecue. We gaan dus hamburgertjes maken. Lekker hamburgerbroodjes. Die gaan we straks ook even grillen. Paprikaatje. Rood uitje. Een courgette. Eieren. En een lekker barbecue sausje. Nou, ik wat voor je vergeet vast. Vindt? Nou, misschien dat jij de paprikaatjes kan snijden. Ja. En de courgette, want dat doen we dan even lekker met olijfolie, peper en zout en dan grillen maar. Koken met Theo. Chico heeft alweer ergens een bal vandaan gehaald. Waar hebben die gehad, Chico? Waar hebben die? Zit en hop, pak hem. Oh, die is van die mevrouw, denk ik. Veel te veel groente, joh. Nou, ik vind dat jij heel goed bent in groente snijden. Ja, hè? Ik ook wel. En dan doen we gewoon heel deze situatie hier. Dat is wel veel, denk ik. Nee, maar dat is lekker, joh. Oh, er valt een gedeelte. Nee, geef niet. Olijfolie. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Ja. Peper. Ja. Hop. Zeezout. Ja. Hop. En gewoon knoflook. Zo. Ja, nou, zo kan het wel. Dat is nu toch een allegaartje. Ja, en dan schudden. Ja. En dan gewoon lekker grillen. Ja. En dat is echt super lekker. Ja. Zal ik de ui opsnijden? Oh ja. Ja, dat is goed. Het is om te janken. Ui. Genoeg, hè? Nou, de halve ui is al weg. Nee, dat is wel mee. Daar zit een velletje mee. Ja. Daar ruikt velletje, lijkt me van doopje. Ja. We gaan straks op de hamburgertjes. Ja. Het valt me alleen wel een beetje tegen dat je niet zeg maar hamburgers hebt gemaakt van eigen gehakt. Ja? Hè? Ja. Oh. Ik ken ook. Ja. Ik heb al gehakt gekocht. Ja, maar niet bij. Ja, we hebben goede hamburgertjes hier. Het is gewoon prima. Er zit trouwens al een beetje peper in. Ja. Nee, maar het zijn prima hamburgers. Ik heb trouwens hier onder de camper ook nog opbergruimte.
Heel veel mensen hebben dat nog nooit gezien, denk ik. Best wel handig. Kijk, zie je? Oh, er staat nog zo'n butaanflesje. Ja. Gereedschapkist, niet overbodig. Balstroom, verlengsnoer inderdaad. Nou, hebben we zelf allemaal gemaakt. En hier de balstroom, of hoe noem je dat bij een camper? Landstroom. Wat eerst? Ja, nou, dat duurt wel een tijdje, die groente. Ja, die groente. Laten we eerst die groente grillen. Nou, die groente hierop gooit, valt er allemaal doorheen. Ja, maar daar hebben we dit ding voor. Juist. Er is een heel matje of wat is het? En dan gaan we die uitsteken. Andersom. Ik denk dat ik het dat heb nog nooit gebruikt. En dan kan je het er zo opgooien, want anders dan zit het hier op de bodem natuurlijk. Zo. En die andere nog even aan. Wat gooien we daarop? Oh, dan kunnen we straks eitje bakken. Eigenlijk hebben we die pan helemaal niet nodig, die we bij ons hebben. Want dan kan je gewoon hier op die bakplaat doen. Zo, eerst gaan we eens even die groente grillen. Nou. Volle boer, hoor. Ja, het is misschien iets te veel ook wel. Ik denk het ook. Ja. Kees, ze zei het. Dat is heel handig. Nou, dan doe ik er een paar van af. Ja. Anders dan wordt het wel heel druk op de, ja, op de grillmat. Ik heb dat nog nooit gebruikt, zo'n grillmatje. Nee, maar... Ik wist niet eens dat het bestond. Ja. Oh, nou, het ruikt wel al lekker. Ja. Zomaar houden? Ja, prima. Wacht. Je hebt er geen kookstress, hè? Jawel. Ja, weet je wel. Nou, waar ik slecht in ben, dat is time management. Wanneer doe ik wat erop? Ja. Dan gaat het bij mij altijd fout. Ja. Maar nu zit de groente erop en dan denk ik, ja. Ja. En wanneer moeten dan de hamburgers erop? En als die klaar zijn, die zijn vrij snel klaar natuurlijk. Ja, maar die groente, dat duurt iets langer misschien. Nou ja, op zich. En dan moet je dat ei ook nog doen tussentijds? Ja, ei. Oh, ook nog. Maar dat ei kan je gewoon af laten koelen en koud ertussen doen weer misschien. Ja. En dat je het nu doet, even dat ei. Nee, ik denk. Ja. Nu raak ik helemaal in de stress. Ja. Ik moet wel even uitkijken voor mijn nieuwe broek. Ja. Het spetters. Ik ben nu aan het experimenteren. Had je er mee moeten nemen, Kees. Ja, maar... We hebben zo'n barbecue schort. Ja, barbecue schort. Ja, dat heb je niet bij je zeker? Nee, het valt er niet tussen. En het is toch een soort van grillstreepje. Ja. Dat is perfect. En je zou natuurlijk nu die andere kant kunnen gebruiken, alleen ik heb geen idee. Ja, dan moet je eieren doen nu. Ja. Moet ik dat even doen? Ja, dat is goed. Ja, een beetje olijfolie, hoppakee. Zie je nou. Zo. En dan een ei van je eigen kip. Nee, niet van mij. Een kip van je eigen kip. Nee, maar die zijn nog wel heel. Ja. Oh. Zo, hey. Zo, hallo. Hij is nu al klaar. Nee, maar het zal een stuk zachter zitten, Kees. Oh, ja. Ja, dat gaat wel snel. Ja. Bizar. Hoe snel het gaat. Ja, zo. Nou, geweldig. Een beetje peper en zout erbij. Oh, dus, niet vergeten hier nog. Dit doe ik tussendoor wel even zo. Ja, niet te veel. Het is een multitasker. Ik ben aan het vloggen, ik ben aan het bakken. Jij bent met de ei bezig. Chico en Trixie die zijn we. Waar heb je die bal weer vandaan, Chico? Iedere keer hebt hij een andere bal. Ja, dat is weer. Is weer een zwarte. Ja. Jeet, lijkt Hans Klok wel. Ja, kom eens even. Geef er even mij. Ja. Nee, dus. Ja. Maar let op aan, want het gaat snel. Ja. We moeten blijven er wel erbij blijven. Ik ook blijf erbij. Ja, maar jij moet daar blijven. Ja, maar... Het moet wel het er ook een beetje leuk uitzien. En dan kan je hem zo losscheppen, als dat lukt. Staan we dan? In Amijden. Nou ja, prima toch? Ja, dan gaat een pontje daar. Dat is wel leuk. Oh, die gaan dan lopen. Dan gaan we terug naar mijn geboorte. Ja, naar je geboorteplaats. Ik ben helemaal klaar met deze kamp. Je ziet dat van Jaarsveld. Ja, daar ben ik gemaakt toch? Op die nog zo'n stukje verder, nog zo'n stukje verder. Ja. Daar hebben we gewoond. Oh. Ja, maar ik wil die ook nog een klein beetje roosteren, hè? Ja, de broodje bedoel je? Ja, ja. Maar dat doen we zo wel. Ja. Dan zetten we het eitje, leggen we even apart. En dan doen we de broodjes roosteren. En wat die ui, wanneer doen we die ui? Ja, ook nog. Oh ja, we hebben echt stress. Nee, die kunnen we hier wel wat bij doen. Nou. Ja. En die groente is klaar en dan kunnen hier straks de hamburgers op. Dat ei van mij is bijzonder gelukt, hè? Bijzonder gelukt. Maar weet je wat bijzonder mislukt is? Dat mijn nieuwe broek, dat er een vetvlek op zit. Hier. Heb je geen theedoek die je om kunt doen? Nee, ik vond dit... Nee, ik heb geen hoe noemen ze een ding? Schort. Nee? Maar ik vond dit nog. Dit is eigenlijk om op de zwaailichter te doen. Ja. Ik heb Bettina van Moord gemaakt, een trouwvolster. Ja. Die wij trouwens bijna altijd vergeten erop te doen. En dat zou ik als schort kunnen gebruiken zo. Ja. Dat is gewoon een schaamlapje. Verder niks. Wat? Het is geen gezicht met hoezo twee van die balletjes. Nee, maar dan blijft dit een beetje. Dan ga ik weg. Dan ga ik toch met dat pontje mee naar lopen. Ja, ja echt hoor. Met busje. Je gaat er daar niet meer lopen. Zo, zo wordt het toch geen last van. Nou, de groente is klaar.
Gaan we nu de hamburgers erop gooien en de broodjes? Ja. Niet daar. Dus als ik dingen achter elkaar doe, dan wordt het altijd één grote bende. Maar het komt wel vaak goed. Ja, dat, wel een beetje schillen, maar dat maakt niet uit. Nee, maak geen verschil. Olijven vallen. Maakt geen verschil. Zo. Alles is wel vet van die olijfolie. Tegen de tijd dat we het opgeten is steenkoud natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het is wel een handig ding. Zo, dan gooien we die broodjes op de grill. En wat belangrijkste is nog de hamburger. Ja, maar dat gaan we nu doen. Dan laten we dan die ei. Dat ei. Dat ei. Houden we even apart. Ja. Misschien wel gewoon even bij de groenten. Dan houdt het pakken. Houdt het elkaar warm. Eetgerei moet je gelijk meenemen. Dat ben ik vergeten denk ik. Even wat? Borden. Ja. Serieus. Borden. Nee, die heb ik denk niet. Maar die heb je niet per se nodig. Dat heb je wel. Dit heb ik wel, maar ik heb geen borden. Nou, dat maakt niet uit. We zitten gewoon wat anders op. Hier, ja, ik heb mooie planken eten. Ja. Een mooie plank kan je niet. Ja. Nee. Kan je wel eten. Het ziet er misschien juist wel leuk uit. Je moet van de noot een deug maken. Zo, uitjes klaar. Hoppakee. En dan de hamburgers. Nou, waar is Kees? Dan moet je hem iets hoger zetten, denk ik. Ja, want hij staat nu uit. Ja? Dat hij sowieso hoog, ja. Huh? Ze zijn onderhand goed zeker, Kees, of ja, niet? Ja, bijna wel. Ja. En dan moeten we nu even de plak... Ja, dat is gevaarlijk, jongen. Zo, zag je dat? Ja. Kanonnen. Ja. Even een brandje gemaakt. Wat gebeurde daar? Ja, nou ja. Sorry, joh. Ja. En omdat we geen borden hebben, doen we gewoon deze plank. Ja. Deze kant is van mij, of ja, van jou, en deze is van mij. Ja. En dan doen we nu de hamburgertjes erop. Hatsakee. Ja. Zo, zie je dat? Eén ei. Een ei hoort erbij. Drie. Nou, en gelijk wat uitjes erop. Heerlijk. Die. Even kijken. Oh ja, barbecue saus. Even schudden voor gebruik. Even wat gewoon je eentje kan doen. Oh ja, kijk, het lukt al. Die. Lekker plom. En die. Hop. En de dakjes erop. Ja. Hop. En deze. Hop. Oh, dat was eigenlijk de onderkant. Zie je dat? Dit is het dakje. Hè? Twee dakjes. Ja, nou, dat is verkeerd, hè? Even wisselen, kijk. Kijk dit. Hè? Huh? Hoe ja, kan dat nou? We hebben twee wisselen. Onderkanten. En... Omdat we er één gewisseld hebben. weet je wel. Kun jij het geven? Oh, hier hebben we nog een dakje. Ja. Nou, ik vind het prima. Twee, kijk, heb je er ook nog een extra dingetje bij? Ja, ja. Dubbel. Nou, doen we gewoon hier een beetje zo de groente bij. Een beetje aan jouw kant. Ja. Heerlijk. Nou, dan eten we samen van één plank. Verplaats je alles tot de tafel. Er liggen een paar stukjes op de grond, maar ik maak niet. Eigenlijk zijn we er dan nu. Ja. En dan ga ik met de plank. Ja, heel voorzichtig. Ja, ja. Richting de eettafel. Richting de eettafel, daar. Waar? Ja. Jij aan deze kant gaat zitten en ik aan die kant. En dan hebben we het gewoon goed voor elkaar hier. Ja, helemaal. In Kees. De meiden. Ja, alleen ik vind dat schortje een beetje heel apart, heel schortje vreemd. Dat zou ik maar weghalen, want... Schortje ja. Weg. Tafeltje hier, tafeltje... Nou, dat is een soort tafeltje dekken. Ja. Ja. Eens kijken, Kees. Ja. Chica komt er ook meteen bij. Die denkt, er valt wat te halen. Nou, dan pak je precies hetgene wat nou niet het lekkerste is. Ah. Eet nou een stukje van die hamburger. Of is het wel lekker? Ja. Maar het is toch lekker, die gegrilde groente? Mm-hmm. Ja. Jouw broek kan straks ook de wasmachine in. Maar, het gaat erom. Ja, lekker hè? Mm-hmm. Zo. Zico, wat zit jij nou te eten? Wat is dat? Oh, die zit die groente, die geval is. Nou, dat is prima jongen. Ja, dan moet je nog van groeien. Is ook weer opgelost. Servetjes heb ik niet, maar ik heb wel een keukenrol. Dit gaat ook door als servetje. Ja, ja. Servetje, dat is wel een goeie. Ja. Moet ik toch even... Ja. Een nieuwe broek bedenken. Test, Kees. Toch lekker of niet? Vind je? Nou, top. Ja, toch? Mm. Less is more. Ja. Er zit eigenlijk niet zoveel op. Nee. Zou bijvoorbeeld een augurkje nog op kunnen? Ja, met een sapje op. Maar hij is heel lekker. Kijk. Ja. Hij is goed van binnen. Ja. Ik vind het wel een handig ding. Prima. Dus hij mag mee. Ook ja. Op de boot. Ja. En in de camper. Ja. In de camper.
Wat lig jij nou te doen? Hè? Even Trixie schroelen. Had dat nou vroeger met mij een keer gedaan? Ja. Hoe ouder, hoe gekker. Nou, vond je dit ook een leuke gasbarbecue? Ga dan even naar de website in de beschrijving onder mijn video. Voor de kijkers van de volgende bestemming zit er dan ook een korting in van 5%. Is toch leuk meegenomen? Dan moet je even bij de kortingscode op de website, bij de bestelling, even de volgende bestemming invoeren. Bam! Binnen die 5%. Nou, dat was wel weer een topdagje zo, hè? Ja, super, hè? Dan doen we weer een dikke strik omheen. Ja, een dikke strik omheen. Kees, het was een goed eten ook. Ja, stond ik ook verbaasd van. Ja. Nou, tot zover deze iets wat chaotische vlog. Hopelijk heb je ervan genoten. Laat het dan even zien door een duimpje omhoog te doen. En abonneer je op het kanaal van de volgende bestemming. Hè? Dan, nou, dan help je mij ook weer mee. En achter mij zie je dat de VB-002 op het droge ligt. En je ziet aan mijn tenue dat er wat gaande is. Nou, dat is er zeker. Wat er allemaal gaande is, dat zie je in de volgende vlog. Je ziet onder andere dat de VB-002 gaat vliegen. Je ziet er alles van volgende week zondagmorgen of aanstaande zondagmorgen om 10 uur. Bedankt weer voor het kijken en heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!